Rem, daar ga je, jongen. Gefeliciteerd. Van harte. Vele jaren onder ons. Al jaren vieren Tjeerd Scheffer en Ben Walekamp op 15 juli de verjaardag van een bekende Leidenaar. Als hij nog leefde, zou schilder Rembrandt van Rijn vandaag 415 geworden zijn. Rembrandt is wat ons betreft de grootste Leidenaar die ooit geleefd heeft. En die zo'n stempel heeft gedrukt op de schilderkunst in de wereld met zijn clair obscur. Dat we, ja, laten we eerlijk zijn, daar niet onderuit kunnen. En dat willen we ook helemaal niet. Want we mogen toch trots zijn op het feit dat die Rembrandt ook met die Leidse R sprak. Net zoals ik en net zoals al die andere Leidenaars. Traditiegetrouw leggen Scheffer en Walekamp een bloemenkrans bij het beeld van Rembrandt aan de Witte Singel. Daarna wordt er geproost met het favoriete drankje van de schilder. Ik schenk de Harteveld, het lijfdrankje van Rembrandt. Gebotteld in Leiden in 1734. En hoe weet je nou dat Rembrandt dit dronk? Nou, hij nam eerst kraanwater. En toen kwam hij hier achter en hij is hiermee begonnen. Met een voordracht van dichter Leo van Zanen en nog een borrel kon de 415e verjaardag van de Leidse schilder niet meer stuk. U kunt zelfs toe met zijn catalogus. Wie Raphaël, mannen van Emmaus, moeder, Bathseba, Rembrandts zelfportretten, anatomieles, nachtwacht, Danae en Titus op een rijtje weten zetten. Leest R-E-M-B-R-A-N-D-T. Ja, mooi hoor. Mooi.